Je beseft pas hoeveel rommel je hebt als je alles in doos moet steken. Hallo, we zijn vandaag zondag 21 april. Vandaag is het Pasen. Vorige week ben ik naar één appartementje gaan kijken. Volgende week ga ik er nog twee of drie kijken. Ik weet nog niet of dat er iets tussen zal zitten van mij, maar ik wil alvast beginnen inpakken van een aantal dingen, omdat ik dat dan niet allemaal snel moet doen. En nu kan ik het nog op mijn gemakje doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om heel mijn verhuisproces te zien, om te zien hoe ik voor het eerst op mezelf ga wonen. Tijd om in te pakken. Deze dozen gaan we daarbij helpen bij het verhuizen. Eerste doos gevuld. Ik heb gelezen dat je boeken moet combineren met minder zware dingen, dus dat ben ik aan het doen. Ik vind dat echt ook een super vrolijke doos, dus misschien ga ik die nog even houden. Oh, nice. Ja, ik had dus de welkom op de tafel. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag en ik heb jullie heel wat te vertellen, namelijk zaterdag ben ik met mijn moeder naar een appartementje gaan kijken. En ik was zo overtuigd van het appartementje dat ik dat ga nemen. En ik mag dat morgen het contract gaan tekenen. Joehoe! Dus dat betekent dat ik ga verhuizen. Op 1 juni ga ik alleen gaan wonen. Yes! Hey, ik ga een paar van die potjes mee verhuizen. Maar het stomme is, je kan die niet zo goed stapelen als je niet allemaal dezelfde vormpjes hebt. Dus ik ga deze gewoon vullen. Ik ga deze vullen met make-up producten. Zodat deze kast hier onder de tafeltje staat gewoon helemaal mee kan. Is opgevuld. Echt mijn dag niet, want ik heb deze al kapot gemaakt. Zie, het is gebroken. En nu is de ramp gebeurd. Mijn glitterpotje is opgevallen. Je beseft pas hoeveel rommel je hebt als je alles in doos moet steken. Ik heb nu net deze doos gevuld. Deze doos is met al mijn make-up gerief. Dus nu is deze lange kast van IKEA bijna helemaal leeg. Ik ga die trouwens meedoen. Hier zit er wel nog iets in met testertjes. Want voor ik verhuis ga ik nog even op reis naar Paris. Dus die kunnen we meedoen. Hier heb ik een masker met mijn borstel van mijn maskers aan te brengen. Omdat ik dat wel nog een keer wil doen. Hier heb ik lege dividers. Hier heb ik niks, hier heb ik ook niks. Hier heb ik nog lege doosjes, wattes, staafjes, van die wattes schijfjes. En mijn make-up doekjes zitten daar ook nog in. En ja, ik ga daar gewoon dingen laten steken die ik nog gewoon eventjes hier ga houden. Totdat ik effectief verhuis. En ik ben van plan om als ik effectief verhuis een valies te maken met ondergoed,
een outfit of twee. En zo van die dingen dat ik echt direct nodig heb, dan hoef ik niet in een van mijn vele dozen te kijken. En echt, dan heb ik echt zo een valies met gerief die voor dat moment is. En dan heb ik ook met heel mijn valies mee. En hopelijk vind ik in mijn nieuwe appartementje een plaatje voor deze super mooie valies. Ik heb die valies nog nooit meegedaan op reis, omdat ik echt bang ben dat vanaf ik hem ga meedoen, dat hij gaat kapot gaan. Maar nu heb ik misschien een mooi decoratief plaatje voor vinden. Dat heb ik vandaag allemaal in dozen gestoken. Deze doos is gevuld met boeken en topjes, make-up en nog dingen, maar ik weet ze niet allemaal. Ah, ik weet het niet van make-up. Decoratie, spelletjes en sentimentele boekenpapier, knutselgerief, onesie en een hele make-up doos. Zeker dat ik nu al 9 bananendozen heb gevuld. 1 doos die niet van mij is. Glas. Een dekentje. Mijn drone die ik ga verkopen, want die werkt niet meer goed. Ga ik trouwens ook mee verhuizen, want ik wil daarvan zo'n zelfgemaakt bureau maken. Terwijl ik deze video uitkijk van een Harry Potter Tour Shelf, ga ik mijn make-up brushes uitzoeken. Sinds ik de Vera Camille set, Camilla set hoop heb, zijn er een heel aantal brushes die ik niet zo erg meer gebruik. Dus die gaan we bekijken en wegdoen. Bekijken, wassen en wegdoen. Ze zijn super vuil allemaal. Ja, deze box heb ik. Sorry voor de rommel. Deze kleine doos doe ik weg. Deze zijn super mooi, maar zijn zo onhandig eigenlijk, omdat ze redelijk zwaar zijn. Ze doen hun job wel, maar ze zijn super zwaar.